Het begrotingstekort van 10,5% van het bruto binnenlands product in 2021 wordt teruggebracht naar het internationaal gangbaar niveau van maximaal 3%. Dit gaf president Chan Sang-tuki gisteren aan tijdens de jaarrede in DNA. Tijdens de presentatie kwam ook naar voren dat er een economische groei van 1,6% wordt verwacht in 2022. Volgens Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP, is dit niet haalbaar. Hoeveel mensen zijn niet naar huis gestuurd? Ja? En de bedrijven zitten in een moeilijk parket. De productie is er niet. Die groei met van de BBP heb ik u net aangegeven. Dat is puur administratief. Het is niet gepaard met de productie. Ja, toch? Het binnenlands product. Ja? Bruto binnenlands product, dat wordt gezegd al. Het bruto binnenlands product is met hoeveel meer dan 30 miljard hier omhoog gegaan. Dat is alleen maar administratief door die koersen, niet door die productie. Wonen we niet in Suriname? Assis Kumar Gayadin, fractieleider van de VHP, is wel de mening toegedaan dat de regering een economische groei van 1,6% kan bewerkstelligen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren hebben we gezien dat, laten we zeggen, deze regering in staat is geweest om een waarbij er een begrotingstekort is van bijkans 2,6% van onze BBP. En het is onder die 3%. En dat is wat we nodig hebben. Natuurlijk is dat nog niet. Het gaat sowieso afhangen van de inkomsten die men daar heeft opgegeven dat we dat halen. En de uitgaven beperkende maatregelen die getroffen zullen worden. Dus nogmaals, om op uw vraag in te gaan. Met deze cijfers zou je niet kunnen zeggen dat die groei niet gaat komen. Ik denk dat juist met een stabiele koers, met een stabiele economische situatie, je weer condities kan scheppen dat er ontwikkeling kan komen en dat er groei kan komen. Daar gaat het om. Obed Kanapé, fractieleider van de ABOP-PL-fractie, stond stil bij de ontwikkelingen met betrekking tot de elektriciteitsplannen van de regering om in het bijzonder het binnenland te voorzien van eenmaal 24 uur stroom. En wat ze allemaal nog kunnen doen in hun dorp en ook in hun dagelijkse behoeftebevrediging. Het stemt ons heel goed dat er reeds werk wordt gemaakt. Maar ook dat de partners die zeg maar, betrokken worden, dat we ook duidelijk krijgen wie de partners zijn en wat, hoe het project allemaal zal worden uitgewerkt. En het zijn, dus we zien graag de gedetailleerde begrotingen, zodat we dan op basis daarvan de bevragingen kunnen doen over de intentie van de regering. Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, zegt dat de prognose van de regering om het land uit de financiële crisis te halen de goede richting uitgaat. Hij vindt wel dat er consequent gewerkt moet worden aan de realisatie van de regeringsdoelen. Als we kijken naar wat de president heeft gepresenteerd, dan zien we dat dat in lijn is met wat je zou moeten doen om de zaak gezond te maken. En dat is dat je ervoor moet zorgen dat je in ieder geval je situatie, je financiële situatie in kaart hebt. Weet wat er precies speelt. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat je gaat werken aan bezuinigingen. Om ervoor te zorgen dat je de uitgaven, de inkomsten van het land in balans brengt. Naar Lekteda Oso, in de Majimoro uitleg, zei je verdien. En dat akkoordere moest je ook doen. Dat moest ook dat om in de kiezing zijn, om in Mikampai, voor Paimang. Dus dat moet allemaal gedaan worden. En wanneer we kijken nu naar de prognose van de regering, dan moeten we zeggen dat we de goede richting uitgaan.